Hé hey, opa, kun je niet uitkijken, dit werk? Hè? Roepen ze dat wel eens naar je? Ja, nou, dat is wel eens geroepen, voor voordat ik opa was. Ik had een schok, een blikseminslag in de burgemeester Rijkenstraat. Ik weet nog steeds, hey, hé opa, kun je niet uitkijken. Het is hem. kunt u mij horen? Had jij gezien dat, uh, dat uh, Gerry nog wat had gestuurd? Gary ja, Eikop. zeker had ik dat gezien. Heb ja. je ook dat gehoord? Ja, hij vond dat wij hem het toch eigenlijk incorrect hadden weergegeven. En maakte duidelijk dat hij, dat hij wel wat anders had gereageerd dan wij betrekkelijk achterloos hadden beweerd. Ja, ik zal eens even kijken of ik dat hier. Uh, nou dat, ik monteer dat er even later in, want ik heb die opname, die heb ik niet meer uh, bij de hand. Maar, oh wacht, ik heb het hier wel. Dan moet ik even op klikken, dan kunnen we dat even, want heeft dat via de e-mail heeft hij dat gestuurd. En uh, dan kunnen we, want ik dacht eerst, dat, is niet, uh, dat zal wel iemand zijn die ook uh, Gerry Eickhoff heet. Maar het is echt uh, Gerry Eickhoff van de nieuws. <laughs> dus dat is wel leuk. Een kan voor Gerry Eickhoff uitgeven: This is Gerry Eickhoff. Ja, nou ja, je weet. Op de sociale media is dat een hele sport. om je dus voor een ander uit te geven. Ja. Ik heb ook in de loop van de jaren enorme last gehad van een hele bende halvergarens. Lapswansen die zich voor mij hadden uitgegeven op Twitter. En hoe ga je daarmee om dan? Nou, in het begin hebben we wel geprobeerd om dit soort van gekken te stoppen. En tenslotte denk je ook, stik de moord maar. En laat me gaan, even kijken. Ja. Beste Tom en Maarten. In aflevering 90 hoorde ik jullie vertellen dat jullie mijn mail van twee weken terug hebben gelezen. Maar gezien zou een beter woord geweest zijn. Ik heb namelijk niet geschreven dat ik wel eens om jullie podcast moet glimlachen, en ik heb niet gevraagd of Maarten aandacht wilde besteden aan racisme in Amerika. De tekst was als volgt: Beste Tom en Maarten, de afgelopen maand heb ik de podcast gebinge listend Ik ben nu ruim over de helft. Stuk voor stuk zijn ze uiterst vermakelijk en dikwijls ook leerzaam. Ik moet er vaak hard op om lachen, terwijl hard op lachen bepaald mijn gewoonte niet is. Hartstikke goed. Dat brengt me tot de vraag of Maarten misschien ook een aflevering zou willen wijden aan het Amerikaanse rechtssysteem. Sinds ik heel lang geleden een blauwe maandag als bijvak Amerikanistiek studeerde, heeft me dat gefascineerd. Ik denk aan een verschijnsel als die curieuze juryrechtspraak. Het Hoge Rechtshof met bijvoorbeeld een type als Earl Warren, diens benoeming was volgens Eisenhower een grote vergissing, met name vanwege Brown versus Board of Education, als ik me niet vergis de invloed van opinions en dissenting, zeker concurring opinions, de opmars van conservatieve opperrechters, de rariteit dat veel magistraten door de burgers worden gekozen, de malotig hoge straffen van soms wel meer dan een eeuw cel, de benadeling van zwarte; het fenomeen van de plea bargains enzovoort. En iets wat me altijd is bijgebleven, op een regenachtige ochtend in New York wachtte ik ooit de opklaringen af met te kijken naar Court TV. Het was een vonnissenfabriek fabriek van snelrecht met bijzonder merkwaardige zaken en bizarre uitspraken. Zo was er een echtpaar dat een reisbureau aanklaagde omdat hun trip naar Spanje niet door was gegaan. Ze hadden namelijk geen paspoorten en werden daarom op het vliegveld door de luchtmaatschappij geweigerd. Het reisbureau bracht daartegen in dat het toch algemeen bekend was dat je voor zo'n reis een paspoort moest hebben en het bovendien in de voorlichtingsbroschure werd vermeld. Tot mijn verbijstering kreeg het echtpaar warrempel gelijk. Volgens de rechter mocht het reisbureau niet aannemen dat de klanten bekend waren met de eis van een paspoort. En ook niet dat ze de brochure zouden lezen. Hopla, 20.000 dollar schadevergoeding. Nou, zie maar, ik zou het leuk vinden. Maarten zou er vast iets leerzaams en aangenaams van maken. Vriendelijke groeten, Gerry Eickhoff. Ja, dat was wat hij ons geschreven Ja, het is een, een fraaie, complete boodschap. <laughs> het, het slot was natuurlijk ook al vrij komisch. En dat komt eigenlijk omdat de Amerikaanse rechtspraak vaak dolkomisch is. Er zijn, er zijn tientallen voorbeelden van dit soort van totaal krankzinnige uitspraken van rechters. Kun je er nog een herinneren? Ja, er was geloof ik één. Een, eh, eh, een meneer die had, als ik het me wel heb, had hij met het, het frame van een, een had hij de had hij het deeg geklopt. Omdat het lijkt een beetje op het deeg kloppen. Maar die dacht dat past wel qua tijdens, tijdens deze gebeurtenissen had hij zichzelf geëlektrocuteerd. Gelukkig niet met dodelijke afloop, maar toch. En toen had hij een schadevergoeding gevraagd. Via het gerecht aan de producent van die, van die schemelamp. Want hij vond dat er op de schemelamp moest staan. Dit niet gebruiken als deegklopper. je, nou, je Dat diep net zo af als wat Gerry daar nu vertelt. Hij zei nam, de rechter zei namelijk. Ja, dat moest erop staan. Dat moest gewoon opstaan. Dit niet gebruiken. Want als dat er niet op staat, dan kun je natuurlijk. Waarom niet? Dan kun je het ding best als deegklopper gebruiken. Dus die man die kreeg ook een, een substantiële schadevergoeding. Voor het feit dat hij zichzelf geëlektrocuteerd had bij het deegkloppen met, een, met het vreemd staan van een schemelamp. Ja. Dat is echt een echte claimcultuur, hè in Amerika. Een volstrekt geschifte claimcultuur, ja. Alles wordt geclaimd. Uh, hey. Dat hebben wij ook wel een beetje overgenomen, <laughs> toch? De laatste jaren. Nou, de Nederlandse rechters zijn voor zover ik weet veel minder uh, geneigd om in dit soort van gevallen geld toe te wijzen. Nee, maar de de inborst van mensen is wel van ja, als jij mij schade, dan eh, claimen hoor. Dat, uh... Ja, maar natuurlijk, in Amerika is het natuurlijk ook nog de kwestie dat er veel minder uh, sociale verzekeringen ja, okay. zijn. Zodat je als je de klos de bent, dat het je veel geld en een hoop narigheid kan kosten. Maar het is in ieder geval iets waar je natuurlijk in feite niet aan moet beginnen. En, en ja, het feit is dat de Amerikaanse rechtspraak op zijn minst een zombering is. Bovendien hoogst onrechtvaardig, dat komt er dan ook nog bij natuurlijk. Jury-rechtspraak als het goed wordt gedaan, kijk nu ben ik toch al bezig om het te behandelen. Jury-rechtspraak als het goed wordt gedaan is helemaal niet slecht, want dat betekent dat de hele zaak moet compleet in de rechtszaal voorgelegd worden aan de jury. He, zonder shortcuts en zonder te zeggen van ja dat weten we nou wel. Nee, de hele zaak moet gepresenteerd worden. Alleen gebeurt dat zelden of nooit. Want in Amerika worden vrijwel alle zaken afgesloten met een zogenaamde plea bargain. Dat we zeggen, de verdachte zegt: Ja, ik heb het gedaan. En omdat hij zegt: Ja, ik heb het gedaan, waardoor de hele zaak meteen uh, geregeld kan worden, krijgt hij een strafvermindering. Dat is eigenlijk de gang van zaken. Andere punt wat Gerry aanstipte: wat wil je daarmee doen? Ja, Amerika is een samenleving die doordissemd is van racisme. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Dat is niet iets nieuws of zo. Alleen uh, is er. Zeker ook in Europa, zeker in de tijd dat Amerika het populairste land ter wereld was, weinig of geen aandacht aan gegeven. Maar het is wel zo. Zonder meer is het zo. Tot op de dag van vandaag niet waar, is het leven van een zwarte Amerikaan beduidend minder aangenaam dan het leven van een blanke Amerikaan. En waar heeft dat mee te maken? Ja, waar heeft dat mee te maken met de systematische discriminatie en onderdrukking van, zwarte, van de zwarte bevolking? En dan kan ik het heel kort samenvatten. De zwarte bevolking is niet uit zichzelf vrijwillig, niet waar, met een, met een comfortabel schip eh, of vliegtuig uit West-Afrika naar de Verenigde Staten vertrokken, maar op slavenschepen aangevoerd. En de slavernij heeft daar eh, bestaan als institutie eh, tot aan de Amerikaanse burgeroorlog. Toen zijn de staten met elkaar in conflict geraakt over de uitbreiding van de slavernij en toen heeft dat heeft geleid tot de burgeroorlog en de burger, door de burgeroorlog zijn de zwarte slaven geëmancipeerd dat we zeggen de slavernij is opgedoekt dat had aanvankelijk heel positieve effecten in de zin dat de zwarte ook in de zuidelijke staten daar waar de slavernij vooral Laten we zeggen, een belangrijke institutie was uh, plotseling stemrecht kregen en ook dat stemrecht hebben uitgeoefend. En vervolgens natuurlijk heeft de blanke bevolking van de Zuidelijke Staten niet waar werk gemaakt van een buitengewoon onaangename gewelddadige repressie die geleid heeft tot een volledig gesegregeerd systeem. Hè? En, en dat is ook nog eens eens bevestigd door het Hoge Rechtshof dat in feite faciliteiten separate but equal dat dat toegestaan was. Dus daarmee kon je dus zeggen, ja, eh, zwarte die moeten in een andere treincoupé zitten dan de blanke. Zwarte moeten uit een ander kraantje drinken dan de blanke. En separate but equal, daar voel je al aan je water, dat dat natuurlijk de grootste mogelijke oplichterij was, want het was wel separate, maar not equal. En dat is weer, laten we zeggen, dat hele systeem van systematische discriminatie en, en, en uitsluiting in feite, dat is pas op de helling gegaan vanaf de jaren 50. Hij noemt die zaak, hè, over, eh, die, waarbij in feite zwarte schoolkinderen toegelaten moesten worden tot, eh, tot normale scholen. En niet gesepareerd naar een andere school konden worden gestuurd. En toen, dat leidt uiteindelijk in de jaren 50 tot een omvangrijke en de jaren 60 civil rights movement, die heeft op zichzelf veel verbeterd, de wettelijke gelijkstelling, stemrecht enzovoort, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds sprake is van systematische onderdrukking van de zwarte bevolking, die ook natuurlijk deels een zeer gewelddadig karakter heeft, want dat zijn al die jonge zwarte jongens, niet waar die vanwege een ontbrekend linkerachterlicht dood worden geschoten in hun eigen auto. Bij wijze van spreken. Hè. Sowieso ook jij, Tom. Als je ooit in Amerika bent. je wordt aangehouden door een Amerikaanse agent. doe niet lollig. ga niet een mopje maken. Dus doe niet van wat je in Nederland kunt doen. Van God, de agent heeft u niks beters te doen. ben de kende werk. Niet, doe niks. beweeg je langzaam. Zeg niks. doe niet lollig. Je wordt gewoon voor je kop geschoten. Of uit je auto gesleurd en, oh, en, en op bent. de grond geworpen. Ja, ja, ja ik ben ook gewoon aangehouden. Ik heb het volgens mij wel eens verteld. Het is een hele bedreigende situatie. In heel veel zwarte wijken is de, is de politie een bezettingsmacht. Bezetting zoals bij ons. En ik bedoel specifiek bezetting zoals de Duitsers in Nederland bezet hadden. Ja, een bezettingsmacht. Waar je enorm voor op moet passen. ze vermoorden je. Nou ja, dat zijn al die kwesties die we de afgelopen jaren hebben gehad. Ja. Maar hoe is dat zo ontstaan? Dat... Ja, hoe is dat zo ontstaan? Omdat eh, blanken geen zin hadden om zwarte gelijke rechten te geven. Omdat blanken vonden dat ze veel beter waren dan zwarte. De kern van deze hele onderneming is natuurlijk dat, dat, dat blanken zich superieur voelen aan zwarte. En, en dat, dat in allerlei opzichten, dat door de culturen, de godsdiensten enzovoort was bevestigd. Bovendien is het voor veel Amerikaanse blanken de enige. Een situatie waarin je je nog vanzelfsprekend superieur kunt voelen... is ten opzichte van je gekleurde medeburgers. Omdat dit natuurlijk ook deels zijt misschien wat minder geld... ten aanzien van Latino's of, of aziatisch de Amerikanen. Eh, maar die hebben het vaak ook moeilijk. Hmm. Maar is er, is er nou niet een, een bepaalde ontwikkeling in de positieve richting te zien de laatste nee, jaren? Nee, 0,0. Het is in allerlei opzichten een onbeschrijfelijk klote land. Ik kan het niet anders zeggen. Ook op dit gebied? Ondanks ja, alle mooie beloftes. Gebeurt, nou ja, neem, neem natuurlijk de, 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 de huidige Republikeinse partij en, en Trump. Die, die, die gewoon openlijk racistisch. Uh, ja, maar ook Harris uh, aan de andere kant. Met Biden, die toch ook een heel ander geluid Nou, Ja, dat is allemaal mooi. Maar dat blijkt dat in het verleden hebben we natuurlijk ook allemaal prachtige dingen gehad. Maar het helpt nooit de ene kloot. Maar Harris zou toch als geen ander weten hoe ze dit moet aanpakken? Uh, ja, maar bovendien, Harris als vicepresident heeft voorlopig natuurlijk niets te vertellen. En dan nog, als je het zou willen aanpakken, wordt het op alle 101.000 en manieren wordt het subtiel gesaboteerd. Dat begint in het politieke systeem, je krijgt, nooit, je krijgt er nooit de vingers achter. En zelfs als je de wetten zou aannemen, dan wordt het systematisch niet waar worden die, wordt die wetgeving ontdokend op, op, op locatie. Ja. Dus nee, daar moet je niet heen, dat is niet van, dat gaan we even regelen. Dat dachten we in de jaren 60. we gaan het even regelen. Huh? Weg met de segregatie, het is klaar. Zwarte zijn gelijk aan blanke, nee dat zijn ze dus helemaal niet. Omdat die, dat racisme, dat zit enorm diep verankerd ook in de instituties. Je kunt als zwarte niet overal in de Verenigde Staten gaan wonen. die kan er helemaal niet, dan word je gewoon geweerd. Nee, je bent dus veroordeeld om in bepaalde wijken te gaan wonen. Je kunt ook vaak geen, geen hypotheek krijgen. Als je, als je niet je houdt aan dit soort van discriminerende regelgeving. En er is geen policy die is zegt. we gaan dit eens even aanpassen. Nee, en dan heb je natuurlijk de gewone dagelijkse discriminatie. waar we in Nederland net zo goed last van hebben, natuurlijk. Ja. He? We hebben het er wel eens over gehad, toch? Als jij, stel voor, jij wil een stage lopen. om, om te leren hoe je hoe je podcasten moet opnemen. Ik geef maar een willekeurig voorbeeld. Waar. En, en jij, of, uh, jij solliciteert onder je eigen naam, no problem, in no time word je waarschijnlijk aangenomen. Maar als jij solliciteert met een Marokkaanse naam of een, een Senegaleense naam, ik noem maar wat op, dan, dan kun je er vergeven op innemen dat je dus niet geselecteerd nou, wordt. Bedrijven zeggen ze dat, dat dat niet meer zo is. Ja, dat zeggen bedrijven, ja. Maar dat zou ik dan wel eens heel nauwkeurig... Overal waar dit nauwkeurig onderzocht is, blijkt het wel degelijk zo te zijn. Dat er sprake is van voortdurende, aanhoudende, dagelijkse discriminatie. Ondanks dat er zoveel aandacht voor is eh, om dit positief ja, te binnenloeten. Ja, dat, dat helpt heel weinig. Die aandacht is vaak ook, laten we zeggen, klinkt goed en iedereen is tevreden dat we het weer eens een keer gezegd hebben. En de werkelijkheid is vaak een andere. Dat is zeker in Amerika ook het geval. Ja. Ja. Maar dan, hoe zijn het dan wel, kun je het überhaupt verbeteren? Want als ik dit zo hoor, is het een redelijk kansloos verhaal. Je hebt van, ja, het zit ja, erin. je kunt het verbeteren, maar dat betekent dat je er enorme politieke druk op moet zetten. En dat je natuurlijk waarschijnlijk over moet gaan tot systematische positieve discriminatie. Wat weer, te, wat weer in, in allerlei opzichten nieuwe problemen genereert. Overigens, ja, nu hebben we het er toch over. Maar dit is wat, wat onvolledige behandeling van ja. de thematiek die Grijnjijk of aansneed. We gaan er nog want daar loopt ook nog dat verrekte hoge rechtshof tussendoor natuurlijk. Waar ja. ze nooit aan hadden moeten beginnen. Hè. In Nederland heb je tegenwoordig ook allemaal mensen die willen ook een soort ja. hoge rechts of wat de, wet, de wetgeving maar je, kan je doen. Je ziet het toch ook in alle uitingen. Als jij bij de talkshow zit, dan zeggen ze, nou, Maarten is een witte oude man. Dan zetten we daar in ieder geval een jonge zwart iemand naast, zodat we in ieder geval. Nou, de... dat valt enorm mee met die jonge zwarte mensen die naast mij hebben gezeten bij talkshows. Nou, de presentatrice van op één. Ja. Zo... Oké, okay, maar dat zijn vaak toch. Wat heet token blacks? Dat zie je nu ook in advertenties. Dat schijnt een heel complexe zaak te zijn. Dat er een heel bepaald soort van gekleurde eh, Nederlanders... die kunnen wel in de advertenties optreden. En dat is meer dan vroeger. Maar daar zijn hele specifieke grenzen aan. Bijvoorbeeld diepzwarte, reusachtige mannen met enorme baarden. <laughs> hè, die, dat, dat, dat gaan we niet doen. Of ja, of het, het zou een of andere eigenaardige, vaak komische advertentie moet je zeggen. Maar zo op het eerste gezicht gaat dat niet gebeuren. Maar het valt mij toch in een positieve zin op dat de afspiegeling van de samenleving veel meer te zien is. Inderdaad, advertenties, programma's. Ja, dat, ze doen ons best, we doen ons best, maar di elk, al, alledaagse ja. discriminatie is aanwezig. Ik kan het je bezeggen. Ja, het is toch, maar het is wel goed dat dit toch meer, dat het meer een dat het zichtbaar is in je dagelijks. Want dat kan ook bijdragen aan het. Zeker, verandering. het is zichtbaar. En, en, en natuurlijk wordt er moeite gedaan om te laten zien dat zwarte mensen doodnormale mensen zijn. En dat is allemaal voorkomen terecht. Maar er zou nog heel wat meer moeten worden gedaan. Uh, als we toch bezig zijn. De systematische discriminatie van vrouwen. Je zou dan dus zeggen. Nou, daar is toch geen sprake meer van. Neem die advertenties, die wemelen van de vrouwen. Over altijd jonge aantrekkelijke vrouwen. En nooit uh, al die normale vrouwen die wij de hele dag. Zien, niet waar? Wat je daarmee? Maar de gelijkheid van man en vrouw, daar is nog geen sprake van. Ja. Maar jij wil andere normale vrouwen zien? Sowieso ben ik een enorme liefhebber van normale vrouwen. Jazeker. zeker. wat want bedoel daar je daarmee? Ik weet niet of we het er wel eens over gehad hebben. Maar dat is natuurlijk een groot probleem in, de, in laten we zeggen, zowel in de media-industrie, het advertentiewezen als het filmwezen, dat al die vrouwen die daar optreden natuurlijk volkomen abnormale vrouwen zijn. Is dat zo? Ja, die hebben allemaal tweeënhalf uur geleden hun haar gewassen, ze lopen ook altijd zo te wiebelen met die lange haren en zo, ze lopen hmm. op hoge hakken. Het zijn allemaal bijzonder aantrekkelijke vrouwen in de zin van het bekende standaardtype aantrekkelijke vrouwen. Het zijn geen normale vrouwen. Dat is een van de grootste problemen met Amerikaanse series en films. Laat eens normale vrouwen zien. Nou, nou, bijvoorbeeld vrouwen het die haar. toevallig niet hun haar gewassen hebben, die niet opgepoetst zijn, niet dichtgetimmerd met verf, die niet op hoge hakken lopen. Dat is een van de enorme krachten van de Scandinavische filmindustrie, dat ze doodnormale vrouwen ja. laten zien in slordige kleding, die een haar niet gewassen hebben en niet volledig opgetut zijn voor de gelegenheid. Nou, we hebben die Reven, die, dat is toch niet een type? Ja, wacht even, dat is niet Amerikaans, dat is Nederlands. Nee, maar ik had het, dat maar je... het feit dat je er al op komt, zeggen van, ja, wacht even, we hebben er een, sorry, maar... Nou ja, Erika Terpscha vind ik ook een doodnormale vrouw. Ja, dat weet ik niet. Of dat nou weer doodnormaal is, dat weet ik dan niet zo zeker. En, maar en Caroline, die ziet er ook redelijk normaal uit. Ah, nou ja, goed, dat uh, verder vind ik verder best. Maar ik heb het even over de advertentie in de oh, filmindustrie. Oh, Oké, okay. okay, ja. Hey. ja. En daarin, nee, dat, nee dat, juist dat, juist de Amerikanen hebben op dit punt natuurlijk een enorme invloed uitgeoefend. Niet waar, eh, nou, ik heb het toch wel eens gehad over Hersenford, die is een jaar ouder dan ik. Hey, dus dat betekent dat hij nu 79 is. Hij zal misschien niet meer een grote rol spelen, maar nog, nog geen tien jaar geleden had hij nog, had, was hij nog een leading uh, actor in, in, in allerlei films. En dan heeft hij een vrouwelijke tegenspeler die dertig jaar jonger is. Hij heeft geen vrouwelijke tegenspelster voor zijn leeftijd. Kom nou. en Dat geloof je toch niet? Nee, nooit natuurlijk. Nee. Nee. Nou, als, dan, als, als de tegenspelster dan niet meer dan dertig jaar jonger is. Ja. Nou, dat is heel discriminerend. Dat, dat lijkt niet zo te zijn. En jij zegt misschien van nou, dat is toch fijn dat zo'n oude man ook een hele aantrekkelijke jonge vrouw erbij heeft. Nee, dat is natuurlijk. In feite zijn dat situaties die zich alleen in de film voordoen. Ja, nou, ook bijvoorbeeld RTL Nieuws, Rick Niemand en Roelof Hemmer die mochten altijd blijven. En, en de dames moesten altijd verjongen. Dus ja, die mag geen spijker Precies, uit... de dames moeten verjongen. Dat is ook het, het hele idee al. van Ja, wacht nog even. Dit ja, is een exemplaar, dus over tijd. Dus die, die, die kan wel weer weg. Ja, maar het geldt eerder voor vrouwen dan voor mannen. stoel zo, dat Henny's stoel ja, ja. moest weg bij het journaal. Want die was te oud. En modekoning Yves Saint Laurent doet troonsafstand. Henny's stoel. Ja, nou, een heren, goedenavond. Belachelijk gedoe. Hè? Sterker nog, je wordt steeds verstandiger als je ouder wordt. Ja. Privé hadden inderdaad een anti-campagne. Van Henny's stoel moet weg. En toen is er wel ook een Henny's stoel is cool campagne gekomen. Henny's stoel is cool, oké. Okay. dat ja, ja. heeft zoals geen bal geholpen, bij mijn weten. Nee, ja, ze dus is uiteindelijk weer zo weggegaan, ja, dat klopt. Ja, maar bijvoorbeeld Philip en jij, is dat ook een mooi voorbeeld. Is er... Ja, maar dat is ook een voorbeeld in de zin dat iedereen altijd zegt: van... dat is nou toch zo gek dat die slimste mens, nietwaar, dat dat gepresenteerd wordt door twee krakkemikkige bejaarden. <laughs> Hoewel Philip Hellemans niet zo erg krakemikker is. Nee, die komt toch redelijk vitaal. Maar iedereen of... is het erover eens dat het een uitzonderlijke en licht geschrifte situatie is. En iedereen is steeds geneigd om degene die dit verzonnen hebben, met, met het huidige succes. Om die te complimenteren dat je zoiets, dat je zoiets idioots verzonnen hebt. Ja. Maar ze hebben nooit gezegd: nee, we moeten toch echt die van Rossen. We moeten daar toch een vrouw hebben. Het moet inclusiever. Bij mij weten niet. Nee. Nee. Nou, je kunt natuurlijk met de kandidaten spelen. Het is, ja, een hele leuke bejaardenshow op die manier natuurlijk. Omdat bejaarden natuurlijk ook, ook systematisch overal gediscrimineerd worden. Nee, ja. He? Ja. Hey, opa kun je niet uitkijken, dit werkt. Roepen ze dat wel eens naar je? Ja? Ja. Nou, dat is wel eens geroepen, ook te benen voordat ik opa was. Ik had een schok, een blikseminslag. In de burgemeester Rijgenstraal. Ik weet nog steeds. Heel er niet uitkijken. <laughs> dat je denkt, jezus, nog een toe. Dat ken, ken ik. Is mijn hele motoriek, mijn hele uitstraling is, is, is 67 en drie maanden plus. Ja, maar jij legt je daar wel snel bij neer, dat scheelt. Nou, ik was zo geschokt dat ik, dat ik ben naar huis gewankeld Opa is naar huis gewankeld. Maar wat deed je dan? Stak je ergens over en keek niet uit of zo? Ik, nee, ik deed onhandig met de fiets. Bij mijn oh. hele godgaans leven ben ik enorm onhandig geweest met de fiets. Mm. Uh, fietsen zijn enorm onhandige gekloten dingen in allerlei opzichten. Ja. Um, even denken, wat hebben we nog? Uh, ja, de de uh, Tivoli, ruim 500 kaarten begreep ik nu. Maar de vraag is of het allemaal door kan gaan door de corona. Ja, dat wordt natuurlijk. Uh, ik was gisteren in Tivoli. Ja. Voor mijn college geopolitiek. Precies, de tweede staan online, begreep ik. Ja. Nou, is het is allemaal online en in. Oh, zout. hybride, ja. Ja, hybride, dat is het woord. En het was hartstikke vol. Ik was er verrast door. Of het zo blijft, of we hebben ook nog eens een, een tweede geopolitieke bijeenkomst. Eind van de maand. Maar of dat doorgaat, als, als het zo blijft als het nu is, kan ik me dat nauwelijks nou voorstellen. Kijk naar Oostenrijk, kijk naar Duitsland, waar dat aangekondigd is. Ja. Dat ik ben bang dat de zaken toch gewoon weer dicht gaan. Ja. En dan moet ik zeggen: het is wel nuttig dat ik die, dat die even opmerk. Dat, ik ben het dus nu een paar keer in het theater geweest. Eh, en ik vond dat er in het theater prima en scherp gecontroleerd werd. Zo scherp dat ik steeds wat later moest beginnen, omdat ze aan het hele publiek, nog ja. moest controleren. Maar jij ik werd het niet voor Voor de theaters zou ik ook heel vervelend vinden... dat doordat die stomme horeca niet behoorlijk controleert... dat dus de theaters die dat wel doen... voor ja. zover ik het gezien heb, die dat wel doen... daarvan het slachtoffer zouden ja. worden. Ja. Maar jij bent niet gecontroleerd als artiest... of als degene die college geeft... Nee, want dat mag wettelijk niet. Dat is nou die wetswijziging die voor de Jongen bezig is om voor te bereiden. Dat ook bedrijven hun werknemers ja. kunnen verplichten om gevaccineerd te zijn. Hmm. Dat, dat, is, dat is ook waar, de, waar nu natuurlijk systematisch tegen gedemonstreerd werd. Ja. En wat gisteren weer zo sympathiek uit de hand gelopen is in Rotterdam. Ja, het was een gezellig? Ja, het is gezellig. Ja, het zijn hele leuke mensen ook. Ja. Alles kort en klein slaan. Het is. Het is ja. Dat je denkt, ja, ik wil liever niet gevaccineerd worden, dan ga ik eens hier en daar de boel kort en klein slaan. Het waren ook weer voetbalsupporters, ook zo'n sympathieke sport, voetbal. Zo'n leuke sportieve sport, ook, ook als die supporters elkaar ontmoeten. Dat, dat is toch een voorbeeld voor zoals mensen zich zouden moeten ja. gedragen. Vredelievend, maar... gezellig, empathisch, het is zo'n... Ik, ik bewonder altijd het voetbal in een unieke sport. Maar recht op demonstreren. Wat een afschuwelijk gedoe dat die stomme klote clubs dat niet aangepakt hebben in de loop. Hoe, hoe lang zitten we al niet met dat gekloot van die voetbalsupporters? Doe er wat aan. Laat al die klote clubs gewoon eindeloos spelen zonder toeschouwers desnoods tot het afgelopen is. Iemand merkte op Telegram op dat het wel opportunistisch was als je bent voor de beste. Dat had je namelijk gezegd. Ja, dat is ontzettend opportunistisch. Als, als sportliefhebber ben ik zo'n nog grootste opportunist ter wereld. Ik zie liever Federer tennissen dan mijn neef. <laughs> ja, dat is nogal voor de hand liggend. Je, je vindt iedereen die beste tennist. En dan moet ik zeggen bij tennissen dat ik ook al die baseline spelers... daar heb ik helemaal 0,0 mee. Maar, maar je hebt van die tennissen, die zie je graag. En dat is de absolute top. Ja. Ik neem wel toevallig Federer, die is ondertussen al dan niet meer de echte absolute top. Maar ja, dat zie ik wel graag, ja. ja maar... Dus ik was altijd een groot supporter van de winnaar van Wimbledon. Hmm. Bovendien is dat snel tennis op gras. Hè. Dat ziet er weer wat anders uit dan met dat rode spul. Maar dat recht op demonstreren in Rotterdam is goed. Alleen er zitten natuurlijk wel tussen die demonstranten een paar parasieten die de boel willen verpesten. Ja, ja het zijn altijd incidentele figuren die de boel verpesten. Dat ja, maar is wel de... met grote gevolgen dus. Ja, maar dat is ook een beetje flauwekul natuurlijk. Want wil dit op deze wijze uit de hand lopen, dan moet het, moet het hele gezelschap toch vrij opgehuurd zijn. Geweest. Maar wat zijn dit voor mensen? Ik heb geen idee. Ik lees in de krant voetbalsupporters en, en coronademonstranten. Kennelijk hebben die ook weer iets gemeenschappelijk. Ja, maar dat zijn natuurlijk mensen met een gewone baan, dus die werken misschien wel ergens... Uh, ik heb geen flauw idee, dat zou je moeten onderzoeken. Uit onderzoek bleek wel dat veel voetbalsupporters die ook dol zijn op relletjes en klokpartijen, door de week heel gewone mensen bleken te zijn met een normale betrekking. Ja. Maar je dus dan ziet dat heel veel normale mensen die door de week heel gewoon zijn met een betrekking zo gek als een deur zijn. Of vechtlustig, laat ik het zo zeggen. Ja, jonge mannen zijn vechtlustig, niet allemaal. Toen ik jong was, ik ook absoluut niet de laatste persoon van Nederland die vechtlustig was. was ik wel. Dus je hebt ook niet-vechtlustige jonge mannen. Ik ga nog een stap verder. Je hebt ook verstandige, normale jonge mannen. Maar nee, er zijn er veel die zijn vechtlustig. Ja, maar dit zal allemaal op camera staan. Dus op een gegeven moment staat de politie voor de deur. Ja, dat uren. zei Abu Talib nog uitgebreid dat het allemaal op camera stond. Dus ik hoop dat de jongens nou een beetje zenuwachtig thuis zitten. Ja. Misschien hebben ze ook een stuk van het meubilair van Maak kapot geslagen. Je weet het niet. Dat ze ook nog wild zijn thuisgekomen. En die konden ophouden met de boel te vernielen. Ja, het is ook, van een, het is ook wel betrekkelijk treurig, moet ik zeggen. Nee, of dat je dus op een gegeven moment de politie aan de deur hebt staan. En dat de andere gezinsleden ja, zeggen... Ja, zeker. ze gegrepen worden en veroordeeld. Dat is voor je verdere carrière. Voor bevorderingen en sollicitaties. Ja. Een vrij rampzalige zaak als je op deze wijze. Natuurlijk met het gezag en aanraking merken komen. Ja. Wat zegt het eigenlijk over het sentiment? Is dit nou een incident? Of, of is dit. Wie dukt, die had dukt, die zag ik al ergens schrijven. en zegt: van dit wordt alleen maar erg. Nou, fijn, Bier, dankjewel. Dat is een hele leuke observatie. Ik denk dat zelf niet. Dit soort van woedeuitbarstingen zal misschien. in verband met corona. dat kan het best nog een paar keer gebeuren. Maar dat wordt niet een soort van structureel gegeven. Dat we ook over 15 jaar nog. dat ze gewoon elke drie maanden. Niet waar een speciale groep van jongere personen in Rotterdam het centrum in kort en klein komt slaan. Nee, dat denk ik nou helemaal niet. Dit soort van woede, dat is natuurlijk ook een golfverschijnsel. Zo goed als er in de jaren zestig meer gedemonstreerd werd dan er nu gedemonstreerd wordt. Overigens, meestal verzwekkend. Ik heb zelf overigens nooit gedemonstreerd, zag er het niet van in. Dit is ook alleen maar stom. He? Is dit nou? He, zeg je nou, als je, als je iets te vertellen hebt, zeg je van God ze, dat die coronamensen toch zo demonstreren? Wat, wat, wat sympathiek, misschien moeten we daar toch eens even acht op slaan. Misschien is er toch een hele goede reden om die maatregelen niet te nemen. Nee, het helpt natuurlijk niet. Het is meer afreageren van hulpeloze woede dan dat het enige betekenis heeft. Ja, maar die mensen zijn natuurlijk boos dat ze zo meteen nergens meer naar binnen mogen, of dat ze opgesloten ja. worden. Nou ja, opgesloten worden, helemaal niet opgesloten. Nee, maar voor een gevoel dat ze. Zo, mogen de hele nee. dag mogen ze over de bogen rondgaloperen, ze mogen in het park gaan zitten. Alleen er, er, je moet een paar afstand blijven van, van mensen die wel gevaccineerd zijn. En, en je moet met enige regelmaat, met flinke regelmaat getest worden. Ja. En aangezien de testcapaciteit, als ik het allemaal goed begrepen heb, zeer beperkt is, zal dat niet de oplossing bieden. Ja, Wat het cdc Christen nu heeft voorgesteld, dat iedereen. Ik geloof elke dag getest moest worden. Misschien drie keer per dag, dat heb even vergeten. Ja, dat is allemaal dat hartstikke leuk. Of daar zou ik nou tegen demonstreren. Ik zou helemaal geen zin hebben om elke dag getest te worden. om in feite te compenseren voor mensen die te beroerd zijn om zich te laten vaccineren. Kortom, daar gaat het niet van komen, van die testen. Dus ja, dat betekent dat je in, in sommige opzichten uitgesloten bent. Je hebt een wordt. vaccin nodig, anders kun je niks meer Ja, ja. Eigen schuld, dikke beeld zou ik zeggen. Ik ja. heb begrepen, uit onderzoek blijkt. dat van de niet-gevaccineerden. want je kunt natuurlijk een, een lans breken voor mensen die, die immuunproblemen hebben. problemen met hun immuunsysteem hebben. Ik, je zou nog kunnen denken aan mensen die zodanig in de heren zijn. dat ze van de heren gehoord hebben dat je dat niet moet doen. en dat ze zo enzovoort. En bang zijn dat als je gevaccineerd wordt. dat je dan in de hel komt en dat ze ook. Dat is ook precies het omgekeerde eigenlijk van, van de huidige situatie, dat je dan als je overlijdt als gelovige, dat je bij Petrus aan de hemelpoort komt en als je dan je vaccinatiebewijs laat zien, zegt Petrus, nee zo werkt dat hier niet, je komt er niet in. Zo lineair raakt naar beneden, naar de hel, met een vaccinatiebewijs die daar speciaal opgestookt worden niet waar, daar wordt, daar wordt, daar wordt feest gevierd ja. en de vuurwerk afgestoken, ook dat natuurlijk. Vriendelijke groeten, Gerrie Eikhoff